Een bijzondere lunchafspraak bij de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Geert Hoste kwam er met 15 studenten praten. Niet om mopjes uit zijn nieuwe conferentie te testen, maar om te discussiëren over engagement. Ja, dus dat hebben zeker de andere kant van Geert Hoste leren kennen, hoop ik toch. Maar het is toch mijn bedoeling om inderdaad ook studenten een beetje warm te maken voor engagement, voor verenigingen, voor het vrijwilligerswerk in het algemeen. Dat is ontzettend boeiend, zeker voor de rest van je leven. Het is weinig bekend, maar Geert Hoste is ambassadeur van Amnesty en zet zich in voor orgaandonatie en de vogelbescherming. Dat doet hij al erg lang. Dat was eigenlijk een van mijn vragen ook, van was u eigenlijk al van jongs af aan geëngageerd? En het antwoord was ja, want hij zei van ik heb recht gestudeerd en ik was toen eigenlijk al een lid van Amnesty Vlaanderen, dus hij is daar toch al wel van jongs af aan mee bezig. Hè? De bekende cabaretier is ervan overtuigd dat ook in 2014 Antwerpse jongeren die draad kunnen oppikken. De studenten aan de campus Groenplaats leken nu al deels gewonnen. Ik ken veel mensen die daarmee bezig zijn. Ikzelf ben nog niet geëngageerd, maar was wel heel erg aan twijfelen om mee in studentenengagement hier op KDG in te stappen. Ik ben dat denk ik wel van plan. En ook Amnesty International spreekt mij enorm aan. Dat is ook een van de redenen waarom ik ook rechtspraktijk studeer. Dus mensenrecht, ik denk dat ik daar zeker nog wel iets mee verder ga doen. Op 6 december houdt Amnesty International een schrijfmarathon bij de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Zo kunnen deze studenten meteen hun tanden zetten in echt engagement.